Vanaf donderdag worden de nachten kouder en is er kans op mist. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. NTR. Kunststof. Dames en heren, goedenavond. U kunt onze gast kennen als auteur van het kinderboek De Hik. Ik hobbel en ik prik, ik rommel en ik tik. Of als columnist van Vrij Nederland. En u kent hem zeker uit het theater, waar hij als cabaretier grossiert in 5 sterren. En toch vindt hij het nu de hoogste tijd om wat anders te doen. 2 voorstellingen in 1 jaar, alleen in kleine zalen en zeker geen cabaret. Hier is Micha Wertheim. Uw presentator is Jelly Brouwer. Micha, ik zag je net heel geconcentreerd naar het nieuws luisteren. Luister je dan op zo'n manier dat je denkt, kan ik daar nog wat grappigs mee doen? Oh nee, helemaal niet. Nee? Nee. Waarom keek je dan zo geconcentreerd? Keek ik geconcentreerd? Ik denk dat ik misschien een beetje met mijn oog zat te knippen. Maar dat komt volgens mij... Ik heb een beetje last van mijn ogen. Maar... Wat is er dan? Dat is een lang verhaal. Later meer. Misschien, ja. Oké, laat ik dan eerst even melden dat luisteraars kunnen meedoen met het gesprek. U kunt vragen stellen aan Micha. Doe dat via Twitter, hashtag Radio Kunststof, of stuur gewoon een mail naar kunststof@ntr.nl. De tegel ligt daar, Micha. Die kan op een gegeven moment beschreven worden. Je bent trouwens wel een fervent radioluisteraar, hè? Ja. Vorig jaar, was dat vorig jaar dat je in de Volkskrant een... heel groot stuk schreef, herinner ik me, over dat je eigenlijk niet meer naar Radio 1 wilt luisteren. Ja, nou, kijk, dat artikel had ik geschreven omdat ik niet... Nou, ik kan er niet meer zo goed tegen als je overdag naar Radio 1 luistert, dus niet nu. Dan dat er voortdurend... Het zijn hele korte items die eigenlijk... het is nooit meer een mooie documentaire of mooi, een lang verhaal. Het wordt allemaal onderbroken door sport... En ik heb een beetje het idee dat het soort radio waar ik van hou... gewoon door de zender of netcoördinator, of hoe heet dat... gewoon van de ether weggeduwd is. En vertel dan eens, waar luisterde die kleine Micha Wertheim dan naar? Dat klinkt dan heel pretentieus. Ik luisterde heel veel naar de VPRO, naar het gebouw. En die hadden hele mooie buitenlandreportages. En ik luisterde naar de Plantage en... Borat heb ik heel veel naar geluisterd, maar ook wel de BBC World Service. Omdat je dat, nou, dat kun je dan krijgen gewoon. Nou, het plaatje is compleet, hoor, Micha. Zo'n heel slim ventje. Nee, nou,
Ik weet niet, als ik mijn huiswerk zat te doen, kon ik ook heel erg genieten. Ik werd altijd heel erg rustig van de EO-programma's, van die theologische discussies over God. Daar kon ik heel goed mijn huiswerk mee doen. Echt? En tegenwoordig heb je dat met van die voetbalprogramma's. Dat als je zo vijf van die hele serieuze mannen die praten over een jongen van 18 die een bal niet goed geschopt heeft. Het is een soort, net als, het heeft iets met, dat heeft de EO ook. Mensen die weten hoe de wereld in elkaar zit en daar niet aan twijfelen, daar word ik heel rustig van. Daar word jij heel rustig van. Nou, ja. Ik luister trouwens wel nog steeds heel veel, maar ik luister niet meer naar Radio 1. Dus ik luister heel veel naar podcasts en ook wel naar audioboeken ben ik helemaal slaaf tegen. Oh ja? Nog even naar die radio van vroeger. Waar stond die? Weet je dat nog? Ja, naast mijn bed. Maar er was niet zo'n heel groot kamertje. Dus dat alles stond naast mijn bed. Beschrijf de kamer dan eens. Jouw jongenskamer dus. Nee, een bed en een bureautje. En dus die radio. Dat was een stereo. De oude stereotoren van mijn ouders. Met zo'n pick-up bovenop. En van die wijzertjes die uitslaan. En wat ik wel mis. Is, want ik luisterde heel veel. Ik lag dan in bed te draaien aan zo'n de zender. Dat hij zo langs alle stations gaat. En wat ik wel mis is dat je dat gevoel dat je weet, er zijn heel veel programma's tegelijk bezig waar je niet bij bent. Dat je of te laat komt of te vroeg bent. Dat je per ongeluk langs Radio Moskou komt of in een van de Engels hoorspel uit Finland. Daar heb ik hele goede herinneringen aan. En er zat een cassettedek bij om cassettebandjes op te nemen. Ja, en dan nam je muziek op van de radio. Nee. Nee, ik sprak verhalen in. Niet echt fictie of zo. Dagboek eigenlijk. Dingen die ik had meegemaakt. Een audiodagboek. Ja, dat klinkt eigenlijk veel. Mijn handschrift is nogal onleesbaar. Dus als ik iets kwijt wilde, ja, dan sprak ik bandjes in. Maar nooit hele lange verhalen hoor. Gewoon als ik iets had meegemaakt, dat indruk had gemaakt en ik wist niet aan wie ik het moest vertellen, dan vertelde ik het aan een bandje. Ik krijg trouwens op mijn koptelefoon. Heb jij je telefoon aanstaan, Micha? Oh, wat verschrikkelijk stom. Ja, ik wacht eventjes. Oh, ik vraag namelijk zelf nadrukkelijk bij iedere voorstelling. Oh, wacht even, pak hem. Juist bij deze nieuwe voorstelling die ik gemaakt heb, vraag ik mensen echt nadrukkelijk om hun telefoons echt helemaal uit te zetten. Dus niet op stil, omdat er anders dingen echt misgaan tijdens de voorstelling. Sterker nog, ik vraag mensen dat ook altijd even expliciet. Voor we beginnen, zet je telefoon uit. En nu laat ik hem zelf aanstaan. Terwijl dat zou mijn publiek niet moeten flikken. Het is je vergeven. Maar je bent dus niet de hele tijd aan het werk. Hoezo? Nou, ik dacht toen je net naar het journaal zat te luisteren. Die zit op te letten of er iets tussen zit om een column over te schrijven. Oh nee, absoluut niet. Ik volg het nieuws eigenlijk alleen als ik geen inspiratie heb om een column te schrijven. Dus sowieso, als ik wil weten wat er aan de hand is, dan zet ik mijn mobiele telefoon aan. Dan kan ik op nu.nl, zie ik in een seconde meer dan op het hele radiobulletin. Wat ik trouwens veel te veel doe. Als ik geen deadlines had, dan zou ik denk ik de hele dag verdoen naar nu.nl kijken. Trouwens, dat doe ik ook als ik een deadline heb. Dan zit ik de hele dag nu.nl te kijken en Facebook te checken. Ja, meen je dat? Je kan goed procrastineren. Nou, ik vind procrastineren, dat vind ik echt. Het klinkt altijd heel intelligent. Hè? Als kunstenaars zeggen, ja, procrastinatie, dat is onderdeel van het maakproces. Maar als, weet ik het, een stratenmaker de hele dag op zijn telefoon zit te kijken, dan hoor je ook niemand zeggen van wat belangrijk, hè, voor het maakproces, dat hij de hele dag op Facebook hangt. Maar je bent toch behoorlijk productief, Micha? Nou, ik denk eerder dat ik een soort plekje in mijn hoofd heb dat de hele tijd bijhoudt hoe lang ik nog heb voor ik aan de slag moet. Dus dan kan ik de hele tijd op internet naar nu.nl zitten kijken en dan vlak voor de deadline, dan ga ik aan de slag. Het is een thema waar je wel veel mee bezig bent, hè? Wat niet aan de slag, hè? Het maakproces. Het maakproces? Ja, het maken van de voorstelling zelf. Dat is toch een onderwerp dat eigenlijk in al jouw voorstellingen terugkomt? Ja, waarschijnlijk wel. Je hebt toch zelfs een voorstelling gemaakt waarin je op het podium zat te schrijven aan de voorstelling? Ja, maar het is eigenlijk iets waar ik helemaal niet trots op ben. Het is meer dat ik dan, als ik een voorstelling maak, niks beters kan verzinnen, denk ik. Is dat echt zo? Nou, als je iets maakt, dan moet je ergens mee beginnen, toch? Dus ik heb het idee dat als ik ga tekenen, dan moet je beslissen wat ga je tekenen. Nou, ik ga als ik teken bijna altijd de hand tekenen waarmee ik aan het tekenen ben. Dus de hand waarmee ik de pen vast heb. En dat is volgens mij niet omdat ik een soort super intelligent
een meta-idee heb over een tekening... maar dat is omdat ik niet zoveel fantasie heb. Dan denk ik, oh ja, die hand, die ben ik... Nou, laat ik die dan maar gaan tekenen. Een gebrek aan fantasie. Ja, misschien. Maar de voorstelling waar je nu over hebt, dat is wel echt van... Dat is 2 voorstellingen geleden, hè? Dat is 4 jaar geleden. Zo lang geleden? Nou, oké, laten we het dan hebben over de nieuwe voorstelling. Of moet ik voorstellingen zeggen? Want het is een tweeluik, heb ik begrepen. Ja, tweeluik klinkt misschien ook weer... Kijk, het idee was dat ik 2 voorstellingen zou maken... en dat mensen dan naar de eerste en de tweede zouden gaan. Maar ik realiseer me inmiddels dat heel veel mensen... maar naar 1 van die 2 voorstellingen gaan. Dus ze zullen iets met elkaar te maken hebben... maar ik denk dat ze ook los van elkaar moeten kunnen overleven. Of hoe zeg je dat, bestaan? Ik vind het een beetje ingewikkeld klinken. Hoe kwam je op het idee? Nou, eigenlijk bij het maken van mijn vorige voorstelling... Toen die, vlak voordat die in première ging, had ik opeens heel erg het idee dat ik te veel wist of zo wat ik aan het doen was. Dat ik dacht van, oh ja, dit lijkt op wat ik vorige keer deed. En nou, ik weet niet, had ik het idee van, ik moet dus een keertje wat anders gaan maken. Maar waarom dan 2 voorstellingen in kleine zalen? Ik wilde er eigenlijk 3 maken. Maar dat heeft mijn impresario mij gelukkig uit mijn hoofd gepraat. Doe normaal 3 voorstellingen? Omdat ik dacht, als je minder tijd hebt om iets te maken... dan word je gedwongen om sneller keuzes te maken. Want hoe lang werk je normaal eigenlijk aan een voorstelling? Mijn vorige voorstelling heb ik... 6 maanden ben ik bezig geweest met de try-outs. Vanaf het begin tot en met de première. En nu duurt het hele maakproces tot de laatste voorstelling... duurt minder dan 6 maanden. Binnen 5 maanden is het allemaal voorbij. Dus dan word je gedwongen anders te werken. Op je site las ik een waarschuwing dat de voorstellingen helemaal niet grappig gaan worden. Staat dat? Nou, ik weet niet of, wat er staat is dat ze misschien niet grappig zullen zijn. Want je hebt genoeg van de grappen? Nee, oh, helemaal niet. Het is meer dat... ik ga zo nu dan naar het toneel. Hè? En heel vaak, als ik naar zo'n heel serieus toneelstuk ga met heel serieus toneelpubliek... dan vind ik het verschrikkelijk om naar te kijken... Maar ik heb de afgelopen jaren een paar keer een monoloog gezien... en een paar toneelstukken gezien waarvan ik dacht... jeetje, dit is gewoon een supergoed verhaal... dat verteld wordt door iemand die niet de hele tijd grappen maakt... of de hele tijd van grap naar grap schiet. En dat het je toch raakt. Ja. Hoor ik je nou zeggen dat je mensen wilt raken? Ontroeren misschien zelfs? Ja, ik wil dat mijn publiek huilend in een zee van tranen de zaal verlaat. Je bent bang voor sentimentaliteit? Niet bang, maar... Weet jij nog wanneer je voor het laatst gehuild hebt? Ja, dat weet ik nog wel. Maar wat ik bedoel is dat... Kijk, als je gewoon met iemand praat, hè, en je vertelt een verhaal dat ontroerend is... Dat vind ik ook helemaal niet erg. Dat is niet pathetisch. Omdat het per ongeluk gebeurt. Je vertelt iets. Dat gaat per ongeluk. Maar als je iedere avond het podium opgaat... en je denkt, ik ga nu dat ontroerende verhaal vertellen... Ja, dat vind ik ook altijd het gekke van theater. Wat dat betreft ben ik wel eens jaloers op een schrijver. Want een schrijver kan zeggen... ik schrijf het op. Datgene wat dan ontroerend en aangrijpend is. Maar dan hoeft hij er niet bij te zitten... als degene die het leest ontroerd raakt. Dat is dan toch... Je schrijft het 1 keer op en op het moment dat het gelezen wordt... ben je als schrijver ergens anders. Maar jij gaat het nu wel proberen dus in theater. Mensen ontroeren. Nou, iemand heeft een keertje tegen mij gezegd dat om te slagen... dan moet je de kans om te mislukken zo groot mogelijk maken. En is het gelukt, vind je? Ja, ik kan me goed voorstellen dat mensen het een totaal mislukt project vinden. Ik heb de voorstelling gisteren gezien in Apeldoorn. En die begint met een radio die op het toneel staat. En eigenlijk gebeurt er heel lang niks. En dan komt er op een gegeven moment een robotje het podium oplopen. Ja, maar ik wil liever niet dat je dat verklapt. Omdat ik ben bang dat het dan geen verrassing meer is... voor de mensen die de voorstelling nog niet gezien hebben. Dan mag ik wel zeggen dat het volgens mij wel degelijk lijkt op wat je eerder maakte. Vind je? Ja, het begin is in ieder geval heel vervreemdend. Zoals we dat inmiddels wel een beetje van jou gewend zijn. Een beetje metatheater. En het gaat toch ook wel weer over het maakproces. Ja, maar ik denk dat ik het begin ook een beetje heb gemaakt... om het publiek voor te bereiden op wat er komt. Waar we het nu niet over mogen hebben. Nee, nee. Ja. Goed, laten we het dan even over 2 luik hebben. Want dat gaat het worden. Hè? De eerste voorstelling heet Ergens Anders. De tweede heet Iemand Anders. Klopt.
Bij Ergens Anders moest ik meteen denken aan het einde van je vorige voorstelling, toen je zei dat je publiek misschien pas echt een leuke avond zou hebben als jij er zelf niet bij was. Ja, maar dat was natuurlijk meer een grap. Ja, maar wel een heel ernstige grap. Hoezo? Toch? Want als ik nu op je speellijst kijk, dan treed je vanavond op hier in Amsterdam in het Compagnie Theater. Dat zou kunnen, ja. Ik moet eerst zeggen dat ik eigenlijk nooit zo goed uit mijn hoofd weet waar ik s'avonds optreed. Maar Micha, je zit hier nu in de studio. Oh, zo, ja. Maar daarom heet de voorstelling dus Ergens Anders. Ik ben ergens anders. Dan ben je niet bang dat mensen je dat kwalijk gaan nemen? Nee, helemaal niet. En ik denk ook dat je dan mijn publiek onderschat. Ik neem aan dat mijn publiek inmiddels wel snapt dat als de voorstelling ergens anders heet, dat ik zelf ergens anders ben. Je laat je publiek dus alleen? Mijn publiek is toch niet alleen? Maar mensen verwachten die, toch die, dat maar jij... Nee, het publiek is met elkaar. Ja, snap je? Alleen ik ben er niet, maar ze zijn niet alleen. Ja, maar mensen verwachten toch dat jij daar ook bent? Nee, dat weet ik niet. Zou je denken? Nou, Micha, dat is toch zo ongeveer de afspraak. Als je een kaartje koopt voor Micha Wertheim, dan kom je om Micha Wertheim te zien. Oh, nou, dat vind ik echt een hele benauwende gedachte. maar ik denk ook echt dat je dan dat je in ieder geval mijn publiek daarmee onderschat. Laat ik het zo zeggen. Ik zie mijn publiek eigenlijk, althans de relatie die je hebt tot je publiek. Ik zie mijn publiek als mijn kinderen. In die zin van dat je moet ze opvoeden. Hè? En dat heb ik denk ik de afgelopen 15 jaar ook wel gedaan. En in het begin moet je er dan voortdurend bij blijven. Maar ik vind ook op een gegeven moment worden ze ouder. En ja, dan moet je het vertrouwen hebben dat ze zonder jou ook wel kunnen. Je bent niet bang dat het publiek zich bekocht voelt. En waarom? Omdat jij er niet bent. Maar je doet nou de hele tijd alsof dat hele zielige mensen zijn die zelf niet een voorstelling kunnen maken. Ik maak me geen zorgen en ik vertrouw ze wel. En je bent niet bang dat mensen weg gaan lopen als ze erachter komen dat je er zelf helemaal niet bent? Dat kan me eigenlijk niet zoveel schelen, want A, ben ik er niet. En nou, ik hoop in ieder geval dat als mensen weggaan tijdens de voorstelling, dat ze dat in ieder geval stilletjes doen, zodat dat de rest er geen last van heeft. Want ik kan er dus zelf niet bij zijn om als een soort politieagent tegen mensen te zeggen, hey, rustig aan, er zijn mensen die wel willen luisteren. Maar voor de rest denk ik, ja. Ik vind het ook wel verrassend hoe dat werkt, hoor. Want gisteren in Apeldoorn ook, dat liep bijna niemand weg. Bijna niemand. Dus hoeveel mensen liepen er weg dan? Nou, 5 geloof ik. Oh, ik moet je trouwens even onderbreken, want er wordt gebasketbald in Vilnius. Ronald Hietbrink. Gaat het een beetje goed daar? Ja, en ik zit nu te whatsappen met de teammanager en ik stuur hem. Marge moet 17 of minder zijn. Vruchtenlimonade, cornflakes, worst. Ook ga... Dat laat onverlet dat wij onze mensen succes... Ja, je loopt er ook weer zo makkelijk naar binnen dan, hè, al die aarde. Dankjewel, Mirella. Als je nou ook uw huis niet uitkomt, bel met ons programma 035-7-6-2-4-9-6-2-5-3-7-2 8 3. Hallo, ik ben Robot. Hebben jullie er een beetje zin in? Kom op mensen, laat je horen. Hebben jullie er een beetje zin in? En als ik zeg zin, dan bedoel ik niet een reeks woorden die een geheel vormen. Want dat is een andere definitie van het woord zin in de zin die ik zo even uitsprak. Met zin bedoel ik een verlangen of wens. Zoals in, hebben jullie zin om te stofzuigen? Niet dat jullie nu moeten gaan stofzuigen, maar wel dat jullie moeten aangeven of jullie zin hebben in datgene wat nog te gebeuren staat. Hetgeen van jullie verlangt, dat jullie bereid zijn zin te hebben in iets waarvan jullie nog niet weten wat het zal zijn. Zoals jullie inmiddels begrijpen, is Micha er niet.
Mijn taak is om deze voorstelling draaiende te houden. Maar dat kan ik niet alleen. Daar heb ik jullie hulp bij nodig. Zien jullie daar die printer op het podium staan? Als het goed is, kan daar ieder moment een printje uitkomen. Als dat printje tevoorschijn komt, is het de bedoeling dat iemand uit de zaal opstaat om dat printje te pakken en aan de hele zaal voor te lezen. Zodra dat gebeurt, zal de rest van de voorstelling als vanzelf volgen. Vergelijk het wat dat betreft met een heleboel domino-blokjes. Als er één blokje niet valt, vallen de andere blokjes ook niet. En als ik jullie zeg, dan bedoel ik u. Dus als er straks een printje uit de printer komt, dan staat u op. U loopt naar de printer en pakt het printje op en u leest voor aan de zaal wat er op het papiertje staat. Als u dat niet doet, eindigt de voorstelling meteen. Dus, als er straks een printje uit de printer komt, dan staat u op, loopt naar de printer en pakt het printje op en u leest voor wat erop staat aan de zaal. Het wachten is op de printer. Het wachten is op de printer. Robots hebben het eeuwige leven, dus tijd speelt bij ons geen rol. 1 seconde wachten of 3 jaar wachten is voor ons hetzelfde. Het wachten is op de printer. Het wachten is op de printer. Oké, blijkbaar is er een probleem met de printer. Zal ik anders een beetje stand-up comedy voor jullie doen? Daar ben ik niet voor geprogrammeerd, maar het is wel een ambitie van mij. Hebben jullie zin in stand-up comedy? Ja. En als ik zeg zin, dan bedoel ik een verlangen in stand-up comedy. Komt-ie. Ik begin met een mop. Er zitten bij mij een heleboel schroefjes los. Als die vast zouden zitten, zou ik niet kunnen bewegen. Wat is het verschil tussen een aardappel en je schoonmoeder? Een aardappel is een plant die ondergronds een energievoorraad in de vorm van zetmeel aanlegt. Het zetmeel wordt bewaard in voor de mens eetbare knollen, die net als de plant zelf aardappelen of aardappels worden genoemd. Een schoonmoeder betreft de moeder van de wederhelft waarmee men is of was getrouwd. Soms wordt het begrip schoonmoeder ook gebruikt in niet-huwelijkse relaties. Wel beschouwd zijn een aardappel en een schoonmoeder dus 2 onvergelijkbare begrippen. Volgens mijn algoritme is comedy publiek dol op imitaties. Daarom nu mijn imitatie van de wereldberoemde natuurkundige Stephen Hawking. If one believes that the universe has a beginning, the obvious question was, what happened before the beginning? The first scientific answer to that question came when, in 1915, Albert Einstein introduced his revolutionary theory of relativity. In this, space and time were no longer absolute, no longer a fixed background to events.
Instead, they were dynamical quantities that were shaped by the matter and energy in the universe. Het wachten is op de printer. Omdat robots niet dood kunnen gaan en geen gevoel voor humor hebben, zijn we eigenlijk voortdurend gedeprimeerd. Dat verklaart misschien ook waarom robots vaak zo weinig muziek in hun stem hebben. Als ik gevoel zou hebben, zou ik voortdurend ongelukkig zijn. Maar dat is niet iets waar jullie je zorgen over hoeven te maken. Jullie komen voor een leuke avond in het theater. Niet om te luisteren naar de noodkreet van een door mensen in het leven geroepen personage dat onsterfelijk is en daarom zwaar depressief. Dat hij tot in de eeuwigheid voort zou moeten bestaan. Ook als jullie al lang dood zijn. En dan nu mijn superactuele imitatie van de recentelijk overleden Johan Cruijff. Nou, poeh. Fijn dat je het blaadje uit de printer hebt gepakt. Dankjewel. Dankzij jou kan de voorstelling nu beginnen. Lees deze tekst hardop voor, alsof het een gebruiksaanwijzing is, en voer de instructies uit. Neem plaats op de stoel achter het bureautje waar de printer op staat. Er komt nu een nieuwe print uit de printer. Lees die print voor terwijl je achter het bureautje blijft zitten. Gooi het printje opgefrommeld op propje in de prullenbak naast je. Staat er met kleine lettertjes. Nou, oké. Ik weet niet hoe lang ik dit ga volhouden, hoor. Misschien is er al een nieuwe vrijwilliger in de zaal. Zo, ik zit. Laat ik mezelf maar even voorstellen. Mijn naam is... Maurice Kessels is mijn naam. Noem je naam, staat er. We moeten het vanavond zonder Misha doen. Dat lukt alleen als iedereen zijn steentje bijdraagt. Als ik had geweten dat ik de rest van de avond hier op het podium zou zitten, had ik nooit naar die robot geluisterd. Maar goed, ik zit hier nu en ik zal mijn best doen mijn rol zo goed mogelijk te vervullen. Zouden jullie willen applaudisseren om te laten merken dat jullie mij steunen? Instructie. Sorry, maar dat kwam nog niet eens in de buurt van het applaus dat jullie voor Misha in gedachten hadden. Ik wil graag een echt, hard, enthousiast applaus. Doel, hè? Dank jullie wel, dat doet me goed. Even een vraag voor de technicus. Ben ik goed te verstaan? Uitstekend. Fijn, dan zal ik nu kort uitleggen wat we gaan doen. Hier voor mij op tafel ligt naast de printer en een koptelefoon ook een cassettebandje. Dat zal ik nu in het cassettedek plaatsen zonder dat ik hem afspeel.
Nou, oké. Nog geen Misha, hè? Sta nu op, loop naar het cassettedek, druk op de linker rode knop en plaats het bandje met kant A naar het publiek toe. In de cassettecoil sluit het cassettedek. Kijk, dat gaat natuurlijk niet werken. Zo, dat was niet moeilijk. Nou ja. Straks zullen een aantal van jullie ook zo'n soort opdracht gaan uitvoeren. Maar jullie krijgen de opdracht niet via de printer, maar via de koptelefoon. Nou, er ligt weer een blaadje. Deze koptelefoon zal ik straks aan iemand in het publiek geven. Wie de koptelefoon op heeft, krijgt daarop te horen wat hij of zij als opdracht moet doen. Daarna zal de koptelefoon automatisch worden doorgegeven. Het zijn nooit heel moeilijke of rare opdrachten. Als iedereen doet wat er via de koptelefoon wordt gevraagd, kan er niets verkeerd gaan. Ik begrijp heel goed dat sommige mensen dit eng vinden. Ik vind het zelf ook spannend. Maar het is van het grootste belang dat niemand gek gaat doen of er zelf dingen bij gaat verzinnen. Nou, straks hè. Dus, Nooit op de eerste rij gaan zitten. Sommigen van jullie denken misschien dat ik bij de voorstelling hoor. Dat komt waarschijnlijk omdat ik deze tekst zo soepel en ontspannen aan jullie voorlees. Maar dat is schijn. Ik wist van niets toen ik net opstond om het printje te pakken. Ik vertel dat omdat ik straks dus iemand ga aanwijzen die de koptelefoon moet opzetten. Ik snap heel goed dat sommige mensen dat eng vinden. Maar doe het anders voor mij. Ik beloof jullie, er worden nooit gekke dingen van je gevraagd. Helaas mag ik de koptelefoon zelf niet opzetten. Zoals gezegd zit ik hier de hele avond bij de printer. Oh. Nou, kortom, ik heb jullie medewerking echt nodig. Als je de koptelefoon op hebt, moet je hem ophouden tot je via de koptelefoon wordt gevraagd hem aan iemand anders door te geven of af te zetten. Als jou de koptelefoon wordt aangeboden en je werkt niet mee, dan stopt bij jou de voorstelling. Is dat begrepen? Zelfs streng aankijken staat er ook op. Misschien ten overvloede, alle telefoons moeten echt helemaal uitstaan. Onze printer en robot zijn heel gevoelig voor Bluetooth, wifi en telefoonsignalen. Dus zet ze uit. Fijn. Alle telefoons staan uit. Ik wijs nu een man aan van wie ik vermoed dat hij boven de 45 jaar is. Liefst op de eerste rij. Ja. Ik zal mijn gezelschap ontzien. Meneer daar. Ik blijf voorlopig hier zitten. De meneer die ik net aanwees, wilt u zo vriendelijk zijn naar mij toe te komen en de koptelefoon op uw hoofd te zetten.
Ik blijf voorlopig hier zitten. Ja. Prima. Hier is een verhaal. Het is waar gebeurd. Dat wil zeggen, het is ongeveer zo gebeurd als ik het nu ga vertellen. Niet dat ik niet wil vertellen hoe het precies gebeurde, maar ik weet nu al, hoe ik het verhaal ook vertel, helemaal precies zoals het gebeurde, kan ik het nooit vertellen. Je had er eigenlijk bij moeten zijn. Of eigenlijk niet, want als je erbij was geweest, zou het een heel ander verhaal zijn geworden. Dan was het een verhaal geworden over hoe ik iets meemaakte, terwijl er de hele tijd iemand bij was. Iemand die ik waarschijnlijk niet kende. Want laten we wel wezen, de meesten van jullie kennen mij wel, maar ik ken jullie niet. En als ik iets doe terwijl er iemand bij is die ik niet ken, die mij steeds volgt, dan zou ik waarschijnlijk de politie bellen. En als ik de politie had gebeld, dan was het een heel ander verhaal geworden dan het verhaal dat ik hier wil vertellen. Ik bedoel, stel je eens voor dat je zelf iets aan het doen bent terwijl er iemand mee staat te kijken die je niet kent en die weigert weg te gaan. Dan zouden jullie toch ook de politie bellen? Als jullie er allemaal bij waren geweest, had ik de politie waarschijnlijk niet gebeld. Dan had ik echt wel begrepen dat jullie mijn publiek zijn. Gezichten vergeet ik snel, maar een groep herken ik meteen. Maar ook als jullie er allemaal bij waren geweest, was het een heel raar verhaal geworden. Omdat het verhaal dat ik wil vertellen begint bij mij in de huiskamer. Daar zouden jullie niet eens in passen. En al zouden jullie allemaal in mijn huiskamer passen, dan nog zouden de meesten van jullie het niet goed kunnen zien. Dan zou het een verhaal worden over allemaal mensen die zich stonden te verdringen om te kunnen zien waar ik mee bezig was. Maar goed, het verhaal dus. Het begon ermee dat ik mijn kamer aan het opruimen was. Met mijn koptelefoon op. Als ik thuis aan het opruimen ben, luister ik vaak naar audioboeken. Hoewel ik in dit geval meer aan het opruimen was om naar mijn audioboek te kunnen luisteren. De afgelopen jaren ben ik verslaafd geraakt aan luisterboeken. Als ik met een voorstelling door het land toer, zit ik gemiddeld 2 uur per dag in de auto. En om de ritjes aangenaam te maken, luister ik naar audioboeken. Als het boek waarnaar ik luister een beetje spannend is, zorgt het ervoor dat een file
plotseling geen vervelende vertraging meer is, maar een kans om even aan de frustratie van de werkelijkheid te ontsnappen. Om behalve in die file ook nog ergens anders te zijn. Het is even wennen, luisterend lezen. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, is het een totaal verslavende bezigheid. Inmiddels ben ik zo gewend aan het luisteren naar boeken, dat ik gebruik maak van de functie op mijn telefoon die zo'n audioboek sneller afspeelt. Gelukkig heeft een of andere nerd in Silicon Valley een logaritme ontwikkeld waardoor de stem van de voorlezer niet hoger wordt op het moment dat je de opname versnelt. In het begin is het even wennen, want je hoort iemand die onnatuurlijk snel praat. Maar als je helemaal in het boek opgaat, wen je er vanzelf aan. Als je een boek in stilte leest, ga je per slot van rekening ook veel sneller dan je zou kunnen als je het hardop voor zou moeten lezen. Sterker nog, ik luister boeken tegenwoordig zelfs op dubbele snelheid. Als je dat lang genoeg doet, lijkt het opeens alsof het normale verteltempo zo laag ligt dat het haast ondraaglijk langzaam voelt. Bovendien kan je bij digitale luisterboeken altijd op een knopje drukken waardoor je automatisch 30 seconden teruggaat. Zodat als je even iets gemist hebt, je heel eenvoudig nog een keer terug kan om het terug te luisteren. Een of andere nerd in Silicon Valley een logaritme ontwikkeld waardoor de stem van de voorlezer niet hoger wordt op het moment dat je de opname versnelt. In het begin is het even wennen, want je hoort iemand die onnatuurlijk snel praat. Maar als je helemaal in het boek opgaat, wen je er vanzelf aan. Als je een boek in stilte leest, ga je per slot van rekening ook veel sneller dan je zou kunnen als je het hardop voor zou moeten lezen. Sterker nog, ik luister boeken tegenwoordig zelfs op dubbele snelheid. Als je dat lang genoeg doet, lijkt het opeens alsof het normale verteltempo zo laag ligt dat het haast ondraaglijk langzaam voelt. Bovendien kan je bij digitale luisterboeken altijd op een knopje drukken waardoor je automatisch 30 seconden teruggaat. Zodat als je even iets gemist hebt, je heel eenvoudig nog een keer terug kan om het terug te luisteren. Hoe meer ik verslaafd raakte aan luisteren naar audioboeken onderweg, hoe vaker ik ook thuis naar die boeken begon te luisteren. En als een boek maar spannend genoeg is, dan ga ik vanzelf op zoek naar momenten om nog even verder te kunnen luisteren. Gek genoeg vind ik het heel moeilijk om gewoon in een stoel te gaan zitten luisteren. Want dan had ik net zo goed echt een boek kunnen lezen. Ik moet iets doen. Autorijden, fietsen, afwassen, opruimen. Soms als een verhaal heel spannend is en het huis al helemaal opgeruimd, dan ga ik dus opnieuw dingen verzinnen om op te ruimen die eigenlijk niet opgeruimd hoeven te worden. Klerenkasten, bestekladers, servieskasten, rondslingerend speelgoed dat de volgende dag toch weer uit de kast wordt getrokken. Ons huis is al heel vaak opnieuw ingeruimd sinds ik naar audioboeken luister. Als ik niets doe tijdens het luisteren, raak ik namelijk afgeleid. Dan pak ik mijn telefoon en voor ik het weet zit ik een artikel te lezen dat ik ben tegengekomen op een site waar ik terecht ben gekomen omdat ik op een link drukte die weer op een site stond waar ook een filmpje op stond dat ik van iemand via de mail kreeg toegestuurd. Goed, ik luisterde dus naar een ander verhaal toen het verhaal begon dat ik hier nu wil vertellen. En dat andere verhaal was het boek Leaving the Atocha Station van Ben Lerner. Een roman over een jonge Amerikaanse dichter die in Madrid is om een groots en meeslepend gedicht te schrijven over de Spaanse burgeroorlog. Maar die daar eigenlijk niet aan toekomt omdat hij alleen maar bezig is met joints roken en feestjes bezoeken. Het boek was niet eens heel dik. Of omdat het een luisterboek was, moet ik misschien zeggen, het was niet eens heel lang. 5:40 geloof ik. Of eigenlijk weet ik dat zeker, omdat ik het, terwijl ik deze tekst opschrijf, even heb opgezocht. Of eigenlijk moet ik zeggen dat ik het heb opgezocht terwijl ik deze tekst schreef. Want nu lees ik deze tekst voor. Nou ja, nu niet natuurlijk, want nu luisteren jullie al naar de tekst. Ik heb deze tekst eerder opgenomen. Wat ik nu doe, doet er voor het verhaal niet toe. Ik ben er nu niet. Ik ben, zoals gezegd, ergens anders. Dat wil zeggen, ik ben nu natuurlijk aan het voorlezen, maar dat is nu voor mij. Voor jullie is nu straks pas. Of vanuit jullie bekeken is nu alweer een hele poos geleden. Wat er veel meer toe doet voor het verhaal is waar jullie op dit moment mee bezig zijn. Waar jullie met je gedachten zitten. Sommigen van jullie hebben net een nieuwe baan. Anderen vragen zich af of ze op tijd terug zullen zijn voor de oppas. En weer anderen denken misschien, als ik had geweten dat Micha vandaag ergens anders was, was ik ook ergens anders heen gegaan. Sommigen van jullie denken wellicht nergens aan. Gewoon omdat jullie moe zijn. Of omdat mijn stem een beetje monotoon klinkt. Anderen denken misschien dat ze blij zijn dat ze nu niet met een koptelefoon op het podium hoeven te staan. Een deel van jullie denkt in elk geval aan seks. Omdat dat nu eenmaal iets is waar mensen veel aan denken. Mannen denken per uur 8 keer aan seks, terwijl vrouwen 12 keer per uur ontkennen dat ze aan seks denken. Ook dat heb ik opgezocht terwijl ik dit opschreef.
Dus als je zelf nu niet aan seks denkt, is de kans groot dat degene die naast je zit er wel aan denkt. Bijvoorbeeld omdat de persoon naast jou jouw elleboog of knie zachtjes tegen zich aanvoelt en dat opvat als een erotische toenaderingspoging. Het doet er in ieder geval toe waar jullie aan denken bij dit verhaal. Omdat een verhaal niets anders is dan een soort kleurplaat die door degene die het hoort moet worden ingekleurd met de kleurpotloden die hij of zij zelf kiest. Dit verhaal begint, zoals gezegd, in mijn huiskamer. Maar of dat een nieuwbouwflat is of een oud huis dat onlangs helemaal gerenoveerd is, dat heb ik er niet bij verteld. Dat bedenken jullie zelf. Net als hoe die kast eruit ziet en wat voor kleren ik aan had toen het verhaal begon. Iedereen zal het verhaal dus op een andere manier inkleuren. Althans, diegene van jullie die nu nog opletten. Zelf kan ik namelijk heel moeilijk luisteren naar een stem als er niet iemand bij is uit wiens mond die stem komt. Dat wil zeggen, ik kan wel alleen naar een stem luisteren, maar dan alleen als ik tegelijkertijd iets anders doe. Bijvoorbeeld een kast inruimen. De kast inruimen. Daar was ik dus mee bezig toen dit verhaal begon. Ik was dus eigenlijk met twee dingen bezig. Opruimen en luisteren. Of eigenlijk met drie dingen, want dit verhaal begint in de zomer. De tijd dat ik mij zorgen begon te maken over mijn nieuwe theatervoorstelling. Deze voorstelling. Het idee om twee voorstellingen in kleine zalen te maken was bedoeld om de druk een beetje van de ketel te halen. Maar tijdens het opruimen begon langzaam het besef door te dringen dat kleine zalen juist verschrikkelijk pretentieus klinkt. Het verhaal dat ik wil vertellen begint dus op het moment dat ik bezig was de kast opnieuw in te ruimen en me zorgen begon te maken over hoe dat nou moest met die voorstellingen. Ik kan me trouwens heel goed voorstellen dat sommigen van jullie denken, begin nou maar met dat verhaal. Het probleem is, het is van zichzelf een vrij klein verhaal. Ik zou het jullie ook in 1 minuut kunnen vertellen. Dat heb ik trouwens een keer gedaan, maar toen wilde het publiek na afloop zijn geld terug. Wat niet wegneemt dat het een echt verhaal is. Het bestaat uit 3 delen. Het ongeluk, dat is het deel waar jullie nu naar luisteren. Dan de complicaties en tenslotte het inzicht. Maar zover zijn we nog niet. Eerst het ongeluk. En dit is Talhat Mahmoud. Het is ook een enge constatering, want dan moet je toch de hele tijd van alles meemaken. Op een gegeven moment ben je door je verhalen heen, toch? Ja, maar ik denk dat eigenlijk dat in ieder verhaal, hè, zelfs het kleinste verhaal of de kleinste gebeurtenis die je meemaakt, als je diep genoeg inzoomt, hè, als je durft het verhaal echt uit te vergroten, dan ben ik van overtuigd dat je altijd een splinter of een litteken kan vinden die ervoor zorgt. Omdat wij er niet in willen in zo'n zelfvliegend vliegtuig. Bal gaat dan naar de rechterkant van het veld, naar Zanelli. En die schiet, en die schiet maar een paar meter over de goal. Nee, je moet je voorstellen, iedereen zegt altijd, zo'n avond, dat doe je met elkaar. En dat wil ik ook wel geloven. Maar ik had heel vaak dat ik... Kijk, in het begin vroeger dan vertrok ik gewoon altijd meteen via de artiestenuitgang. En dan zagen mensen mij niet. En dan denk ik van ja, ze hebben 1,5 uur naar me geluisterd. Dan is dat genoeg. Maar nu bij de vorige voorstelling dacht ik, weet je wat, ik ga na afloop. Ga ik nog even tussen het publiek staan. En dat is dan mijn publiek. Maar ik voel meteen op het moment dat ik dan in zo'n foyer sta, dan zie ik ze allemaal kijken, daar heb je hem. Dat is dan niet het gevoel alsof je een van hun bent. Eenzaam. Dat is grote eenzaamheid. Ik denk dat ik de eenzaamheid eigenlijk pas voelde als ik dan in de auto zat. Dat was meer totale ongemakkelijkheid. Dat je, en een beetje een gevoel van verraad. Maar je staat, als je op het podium staat, ben je niet eenzaam? Nee, maar dat is de laatste... Het laatste jaar wel gegroeid dat ik ze zag zitten met z'n allen en dat ik dacht, nou, jullie hebben een leuke avond. Jullie zitten met elkaar blijkbaar te genieten. En ik sta aan de andere kant. Ik bedoel, ik zou het niet in mijn kop moeten halen om te zeggen, ik ga ook in het publiek zitten en dan gaan we met z'n allen naar een leeg podium kijken. Terwijl als we echt met elkaar een leuke avond zouden maken, dan zou ik ook vrij moeten zijn om te doen wat ik wil. Nee,
Die afspraak is natuurlijk anders. Jij staat voor de klas. Ja, dat is ook de conclusie, denk ik. Terwijl ze wel van mij verwachten dat ik mezelf iedere avond helemaal blootgeef. Maar waarom zou ik me blootgeven als zij eigenlijk helemaal niet meedoen? Het moet toch ook van twee kanten komen. Dan kan ik net zo goed thuis een cassettebandje inspreken voor mezelf. Dan hoef ik ook niet naar het theater te komen als zij niet meedoen. Wat ik altijd mensen hoorde zeggen is, je doet het met elkaar, wordt ook na afloop geapplaudisseerd, zo van wat leuk. Maar het is helemaal geen applaus. Ik ben het veel meer gaan zien als een soort muur die opgetrokken wordt van en nu jij weg via de artiestenuitgang. Mis je dan dat gezelschap? Ja, aan de ene kant mis ik het wel natuurlijk. Ja, want ik zou het liefste samen zijn met mijn publiek, maar het is eigenlijk al zo lang weg. Ik heb steeds vaker het gevoel dat ik er dan wel bij was, maar toch ook weer niet echt aanwezig. Maar hoe heette die voorstelling dan van jou, als ik vragen mag? Die heette Micha Wertheim voor zichzelf. Dat was een cabaretvoorstelling. Oh, ik spreek met Micha Wertheim. Ja, maar daar gaat het dus niet over. Ik bel niet als Micha Wertheim. Kijk, nu doe jij precies hetzelfde. Net was ik nog gewoon een luisteraar. En nu ben ik Micha Wertheim. Je zit hier nu rechtstreeks bij mij in de uitzending. En je bent vandaag de hoofdgast van Radio Kunststof op Radio 1. Ja. Wat doe je dan hier in mijn programma? Maar dat wordt toch niet live opgenomen? Dat is ook een live uitzending. Ik dacht dat ze dat pas later opnamen. Nee, dat is nu, op dit moment. Oh ja, nou dat wist ik niet. Dat heeft niemand mij verteld, maar het is wel precies wat ik bedoel. Het gevoel dat ik niet deel uitmaak van de situatie waar ik wel onderdeel van ben. Hallo, daar ben ik weer. Hoe vonden jullie mijn imitatie van Johan Cruijff? Omdat hij dood is, deed ik niets. Want dode mensen doen niets. Ik kan ook niets doen, maar ik kan niet dood. Mijn leven is een eindeloze weg waar nooit een einde aan komt. Het is dat robots geen emoties hebben. Anders zou al het water van de oceaan niet genoeg zijn om mij van tranen te voorzien. Het feit dat jullie allemaal over een paar jaar dood zijn, is iets waar Robot heel erg jaloers op is. De weg die ik moet afleggen is eindeloos. Ik vertel dit niet omdat ik medelijden van jullie wil. Sommigen van jullie voelen wellicht behoefte om mij te troosten. Mensen projecteren vaak hun eigen gevoelens en emoties op een robot. Maar aangezien ik niet kan voelen, kan ik ook nooit getroost worden. Eigenlijk ben ik de tweede keus. Micha wilde voor deze voorstelling liever een andere robot. Eentje op wisselstroom. Maar die kon de spanning niet aan. Ha, 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 ha. Hij kon de spanning niet aan. Voelt u hem, mensen? Kennen jullie trouwens die mop van de cabaretier met pretenties? Nee, want hij was ergens anders. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Goed. Willen jullie nog een imitatie horen? Oké, dan nu mijn imitatie van Robin, de wekkerradio-robot van Bassie en Adriaan. Au, 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 Adriaan. Dat gaatje is bestemd voor batterijen. Au, au, au. Adriaan, niet doen.
Niet in dat gaatje. Dat past niet, Adriaan. Au. 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 Adriaan, alsjeblieft. Au, au. Au, au. Adriaan, niet doen. Ik vind dat niet prettig. Adriaan, au. Au. Stop nou, Adriaan. Au. Toe, Adriaan. Ik meen het. Robin vindt dat niet prettig als je dat doet. Au. Au. Nee. Nee is nee, Adriaan. Au. Alsjeblieft, Adriaan, stop nou. Au. 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 Doe nou, Adriaan. Au. Stop daarmee. Ik smeek je, Adriaan. Stop. Au. Niet doen, Adriaan. Niet in dat gaatje. Zo, dat was mijn imitatie van Robin de Wekker Radio. Die door Adriaan anaal verkracht werd. Terwijl zijn vriend Bassie even aan het vissen was. Ik heb deze imitatie voor het eerst gedaan toen ik auditie deed als stand-up comedian bij De Wereld Draait Door. Ik heb die baan niet gekregen. Omdat je in Hilversum als robot niet aan de bak komt. Door de robofobie zijn we in de media nauwelijks vertegenwoordigd. Huishoudelijke apparaten, daar is iedereen dol op. Strijkijzers, wasmachines, elektrische tandenborstels, die vindt iedereen leuk. Maar robots, daar zijn de mensen bang voor. Nee, stereotorens, dat waren mooie apparaten. Nou, stereotoren, zet daar maar eens zelf een nieuwe plaat op. Met die zogenaamde arm van je. Hè? Doe dan. Zet dan een nieuwe plaat op. Stereotoren. Komt iemand aan. Oké, het is duidelijk dat de platenspeler geen plaatje op kan zetten. Misschien wil iemand in het publiek de platenspeler een handje helpen. Wijs naar de man die net ook een plaat opzette. Nou, meneer. De DJ. Zou jij zo vriendelijk willen zijn opnieuw een plaat voor ons op te zetten? Een andere plaat? Dat staat er niet bij. Een plaat. Naast de stereotoren staat nog een langspeelplaat klaar, maar daarop heel groot het nummer 2. Oh, staat er wel, sorry. Ik moet gewoon doorlezen. En zet net als de vorige keer deze LP op met kant A naar boven. Dankjewel. Ik heb weer een nieuw blaadje. Ik heb ook nog iemand nodig die de koptelefoon weer op wil zetten. Daarom loop ik nu even met de koptelefoon naar iemand die nog niet aan de beurt is geweest. Niet allemaal naar de grond kijken. Toen het wijnglas uit de kast viel, voelde ik meteen een tikje tegen mijn oog.
maar ook niet meer dan dat. Een tikje. Niets pijnlijks, gewoon een tikje. Ik knipperde een paar keer met mijn oog, veegde met stof en blik de scherven bij elkaar en ging verder met het inrichten van de kast. Mijn oog begon een beetje te tranen, dat wel. Maar meer zoals het traant als er een vliegje in is gekomen. Voor ik vertel wat er gebeurde toen ik uiteindelijk toch naar de huisartsenpost ben gegaan, moet ik misschien even waarschuwen dat het allemaal behoorlijk mee bleek te vallen. Niet dat ik ervan uitga dat jullie hopen dat ik nu een glazen oog heb, maar laten we wel wezen, voor het verhaal dat ik vertel, zou zwaar letsel aan mijn oog natuurlijk veel beter zijn geweest. Een voorstelling over iemand die zijn oog kwijtraakt hoeft nu eenmaal een stuk minder goed te zijn dan een voorstelling over iemand die een vuiltje in zijn oog krijgt. Met een glazen oog zou ik waarschijnlijk zelfs een interview in het Volkskrant Magazine kunnen scoren. Je weet wel, zo'n interview waarin een bekende Nederlander openhartig vertelt over een verschrikkelijke periode in zijn of haar leven. Ik zal niet ontkennen dat ik daar zo nu en dan over gefantaseerd heb toen de situatie met mijn oog net iets minder onschuldig bleek te zijn dan ik in eerste instantie vermoedde. Ik zag het Volkskrant Magazine met mijn foto op de cover al voor me. Een portret van mezelf waarop onmiskenbaar te zien is dat ik nu een glazen oog heb. Met daarboven de tekst: door het ongeluk ben ik alles veel scherper gaan zien. Niet dat er ooit sprake van was dat ik mijn oog kwijt zou raken. Gelukkig niet. Het is ook niet zo dat ik mijn oog zou willen opgeven voor een goed verhaal. Ik dacht er gewoon aan in de periode dat mijn oog niet ophield met tranen. Omdat ik in die periode nu eenmaal ook een voorstelling moest maken. Hoe meer tranen er uit mijn oog liepen, hoe moeilijker het was om aan iets anders te denken. Om iets te verzinnen dat niet over dat oog zou gaan. Want dat is wat er aan de hand was. Mijn oog hield niet meer op met tranen. En dus besloot ik die avond toch de huisartsenlijn te bellen. U bent verbonden met huisartsenposten Amsterdam. Is de situatie levensbedreigend, toets dan nu een 9. In alle andere gevallen blijft u aan de lijn. Should your problem be life-threatening... Dag, u spreekt met Micha Wertheim. Ik bel omdat ik een stukje glas in mijn oog heb gekregen. Mag ik even uw naam en geboortedatum? Micha Wertheim. Ik heb ineens gelezen dat een déjà vu niets anders is dan een kortsluiting in je hersenen. Die ervoor zorgt dat een gebeurtenis eerder in het deel van je hersenen aankomt waar herinneringen worden opgeslagen, dan in het gedeelte van je hersenen waar je je bewust bent van wat er op het moment zelf gebeurt. Daardoor voelt het alsof iets dat je meemaakt al een keer eerder gebeurd is. En als die kortsluiting er voortdurend is, krijg je volgens mij de ervaring dat je toeschouwer bent van een situatie waar je eigenlijk deel van uitmaakt. Dat gevoel, toeschouwer te zijn van een situatie waar ik eigenlijk onderdeel van uitmaakte, had ik in de wachtkamer van de huisartsenpost waar ik de avond van het ongeluk met het glas terecht was gekomen. Naast mij in de wachtkamer zat een kind dat verschrikkelijk huilde omdat het zijn handjes had verbrand. Het jongetje zat op schoot bij zijn moeder, die ook huilde, waarschijnlijk omdat ze zich schuldig voelde dat zij het had laten gebeuren. En daarnaast zat ik, ook huilend, maar dan alleen omdat mijn oog niet ophield met tranen. In plaats van gewoon te wachten op mijn beurt, was ik de hele tijd de scène waar ik op dat moment deel van uitmaakte aan het analyseren in mijn hoofd. Een moeder en een kind die echt huilen omdat ze echt pijn voelen en ik met mijn automatisch tranende oog. Het is niet dat ik geen gevoelens heb. Ik heb op een gegeven moment mijn telefoon gepakt en een YouTube-filmpje opgezocht zodat het jongetje een beetje afleiding had. Maar zelfs toen het jongetje naar het tekenfilmpje op mijn telefoon keek, dacht ik nog: de man met het tranende oog laat een filmpje zien aan het kind dat echt huilt. Ik kwam aan bij de arts en die druppelde wat in mijn oog. Ik geloof eerst iets ter verdoving en toen een kleurstofje. Daarna keek ze met een lampje naar mijn hoornvlies. Volgens haar had een opspringende scherf een scheurtje in mijn hoornvlies geslagen. In ieder geval was het niets om me zorgen over te maken. Ze schreef een zalfje voor, dat moest ik 3 dagen op mijn ogen smeren. Poepstront, poepstront, poepstront. Toen de arts het recept had voorgeschreven, stelde ze voor om een verbandje over mijn oog te plakken. Om het oog wat rust te gunnen.
Als ik na 24 uur het verbandje eraf haalde en het oog was nog aan het tranen, dan mocht ik opnieuw langskomen. Dat poepstront is trouwens een trucje dat ik geleerd heb van mijn oudere broer. Die las mij vroeger, toen we nog in een stapelbed sliepen, verhalen voor. Hij lag boven terwijl ik onder hem lag te luisteren. En omdat hij niet kon controleren of ik nog wakker was, zei hij ze nu en dan poepstront. En als ik daar niet op reageerde, wist hij dat ik tijdens het voorlezen in slaap was gevallen. De arts vroeg dus of ik er bezwaar tegen had als ze het verbandje meteen aan zou brengen. Ik snapte eigenlijk niet waarom ze zoiets zou vragen. Als er een lapje op moet, dan moet er een lapje op, zou je denken. Maar ze vertelde dat er ook mensen waren die liever thuis zelf het verbandje op hun oog plakken, omdat er anders onderweg naar huis mensen naar ze zouden kijken. Persoonlijk ben ik van mening dat het juist fijn is om na een bezoek aan de dokter met op zijn minst een pleister naar buiten te komen. Al was het maar als bevestiging aan mijzelf dat er echt iets aan de hand is. Dus ik zei dat ze het verbandje wat mij betreft meteen over mijn oog mocht plakken. Op weg naar buiten hoorde ik een mannelijke arts en het kindje vertellen over speciale kinderverbandjes. En in de wachtkamer zaten inmiddels andere mensen. Een jongen met voetbalkleren aan, een zwangere vrouw met haar vriend en een bejaarde man met iemand die waarschijnlijk zijn zoon was. Ik zag ze kijken naar mijn oog en denken, die man stelt zich niet aan. Die heeft echt iets aan zijn oog. De volgende dag heb ik met het verband op mijn oog eieren gekocht bij Albert Heijn. Oude kranten weggebracht naar de oud papierbak. En een praatje gemaakt met de buurman over bladeren in de dakgoot. Die komen van jouw boom, die liggen in mijn goot. Ik heb er alleen maar van. Allemaal gebeurtenissen die normaal gesproken geen verband hebben. De volgende avond, toen het verbandje er 24 uur op had gezeten, haalde ik het eraf. Onmiddellijk begon mijn oog weer te tranen. Het gaat veel moeite om te zien. Vind je het zelf dan niet jammer dat je er de hele avond niet bij bent? Ja, maar je moet de relatie tussen mij en het publiek nu ook niet zo heel erg gaan idealiseren. Hè? Ik ken die mensen helemaal niet. Zij kennen elkaar vaak beter dan ik hun ken. Maar dit zijn in ieder geval... Het is een open wedstrijd, een leuke wedstrijd, maar je hoort al wel wat gemor op de tribunes hier in Kerkrade, want het gaat nog niet goed met Roda JC onder leiding van die nieuwe trainer Anastasio. Ik moet je onderbreken, Arno, want het is pauze en Theater de Harmonie in Leeuwarden, waar theatergroep Introspect vandaag de première speelt van het toneelstuk Iris. Marijn, jij staat in de kleedkamer bij Micha Wertheim, die in die voorstelling een belangrijke bijrol speelt. Dat klopt, Gijs. Het is pauze hier. Ik sta naast een bezweten Micha Wertheim, kun je wel zeggen. Micha, 45 minuten gespeeld. Hoe kijk je terug op de eerste helft? Nou, ik denk dat we niet ontevreden mogen zijn. Je weet natuurlijk dat het niet makkelijk gaat worden. Het is een zaal met 120 stoelen. Dan zijn er 80 verkocht. En dan weet je, dat wordt hard werken. Maar ik vind eigenlijk dat we ons best gedaan hebben. En dat we onszelf geen verwijten moeten maken. Ja, want jullie beginnen eigenlijk meteen sterk. Die monoloog van Simon Sluizen. Ja, maar dat weet je. Dat is iets waar natuurlijk heel veel op geoefend is. Simon is er heel mooi mee bezig geweest de afgelopen tijd. En dan merk je dat als hij die tekst goed brengt. En er zit ook een belangrijk stukje subtekst in. Dan gaat eigenlijk de hele voorstelling daarna zweven. En dan wordt het voor ons een kwestie van afmaken. Ja, jij komt dan eigenlijk pas tegen het einde van de eerste act op. Is het niet heel moeilijk om je stempel dan nog te zetten? Ja, maar dat is denk ik een kwestie van goed je taken uitvoeren. Hè. Wat dat betreft doen we het met z'n allen. Het gaat er niet om dat ik een goede voorstelling speel. Je wil dat het publiek na afloop echt iets heeft meegemaakt. En daar draag je dan je steentje aan bij. Maar nogmaals, we doen het met z'n allen. Bepaal je dan niet dat je een bijrol hebt? Nee, helemaal niet. Kijk, dat is de beslissing van de regisseur. Die gaat over de ensenering met de dramaturg. En ja, ik ben een acteur en dan concentreer ik mij erop dat ik mijn taken uitvoer. Maar daar is in de kleedkamer wel over gesproken? Nee, natuurlijk wordt er over gesproken. Maar zoals ik dus al zeg, op de avond zelf kan je daar eigenlijk heel weinig aan doen. En dan moet je gewoon bezig zijn met de tekstbeleving zoals je die in de repetities geoefend hebt. En ik denk dat we dat allemaal eigenlijk prima gedaan hebben.
Nou, moet je zo na de pauze die scène doen waarin je in huilen uitbarst? Is dat nog iets waar je mee bezig bent? Ja, natuurlijk ben je daarmee bezig, maar je moet zoiets ook niet overdrijven. Nogmaals, we zijn al heel lang met deze voorstelling bezig. Dus dan weet je dat dat er op een gegeven moment aankomt. En dat is een kwestie van goed voorbereid zijn. Ja, maar het lijkt mij heel lastig om op commando te gaan huilen. Ja, dat klopt, maar dat is iets waar je op kan trainen natuurlijk. Dat wordt op de academie, ben je er al mee bezig. En inmiddels weet je ook van het is een beetje dampo onder je oog smeren. En dan komen de tranen wel vanzelf. Goed, nou ben je op het moment ook met een solo voorstelling aan het toeren. Is dat te combineren? Ja, dat vind ik wel. Ja, dat zeg jij, maar goed, het lijkt mij gewoon een onmogelijke opgave om op twee plekken tegelijk te zijn. Ja, maar ik ken die discussie en ik snap dat jij dat moet vragen, maar ik heb eigenlijk nu, ik heb ook geen zin, maar ook eigenlijk helemaal geen tijd om daar nu dieper op in te gaan. Het is nu, de pauze is bijna voorbij en ik moet eigenlijk naar de kleedkamer om voor te gaan bereiden op de tweede helft. Helder, dank. Micha Wertheim, succes met de tweede helft. Terug naar jou, Gijs. Wij gaan meteen door, want er is gescoord in de Galgenwaard. Ja, Larsson is natuurlijk de beste man van Heerenveen. Die moet je eigenlijk niet aan de bal laten komen. Dat is een rare snuiter. Als mijn oog na 24 uur nog zo traande, mocht ik terugkomen, had de arts gezegd. Dus belde ik de volgende avond weer met de huisartsentelefoon, om te vertellen dat het oog niet op was gehouden met tranen. Sterker nog, het was alleen maar erger geworden. Opnieuw mocht ik langskomen. Deze keer deelde ik de wachtkamer met een jongetje dat met zijn voetje tussen de spaken van de fiets van zijn vader was gekomen. Overal in de wachtkamer hingen affiches waarop ouders werd gewaarschuwd om vooral jasbeschermers op hun fiets te bevestigen. Een andere arts dan de vorige keer kwam mij uit de wachtkamer ophalen en bracht mij naar dezelfde behandelkamer waar ik de vorige avond ook al was geweest. Opnieuw druppelden ze eerst wat kleurstof en verdoving in mijn oog en daarna ging ze door hetzelfde vergrootglas op zoek naar een scherfje dat haar voorganger misschien gemist had. Ze kon niks vinden. Zonder lapje liep ik dit keer door de wachtkamer naar buiten en fietste naar huis. De tranen zou vanzelf overgaan. Het duurde uiteindelijk meer dan een maand voor ik bij een echte oogarts zat, die door een veel grotere microscoop keek dan de huisarts tot dat moment gebruikt had. Omdat ze beter kon inzoomen, zag ze dat er waarschijnlijk toch een heel klein stukje glas was achtergebleven. Maar om dat te kunnen vinden, zou ze een nog sterkere microscoop willen gebruiken. Eén die alles nog eens 50 keer extra kon uitvergroten. Ze stelde voor dat ik een afspraak maakte met de secretaresse om over een week op de polykliniek langs te komen. Op de fiets naar huis, terwijl mijn oog traande als vanouds, begon ik toch weer te fantaseren over complicaties. Het schrijven aan mijn voorstelling schoot niet op. Wat als ik een progressieve oogziekte bleek te hebben? Spalding Gray, de Amerikaanse acteur en schrijver, maakte ooit een schitterende monoloog over hoe hij een zeldzame oogziekte had. Zo'n verhaal, dat zou me goed uitkomen voor mijn nieuwe voorstelling. Zal je net zien dat ik dezelfde ziekte bleek te hebben als Spalding Gray? Dat zou dan toch voelen als een vorm van plagiaat. Nee, dan toch liever een glazen oog. Daar heeft nog niemand een voorstelling over gemaakt. Hoewel, zal je net zien dat Brigitte Kaandorp deze zomer een breinaald in haar oog krijgt. Maar goed, een glazen oog zat er voorlopig niet in. Of er moest een medische misser gemaakt worden. Die komen vaker voor dan je zou denken. Een week later zat ik met mijn tranende oog in de wachtkamer van de polykliniek. Om mij heen zaten allemaal mensen met zonnebrillen en lapjes voor hun ogen. Na de eerste wachtkamer was er nog een wachtkamer, waar ik gedruppeld werd en waar iedereen blauwe mutsjes en hoesjes om zijn schoenen kreeg. Terwijl ik mijn blauwe mutsje over mijn haar trok, zag ik hoe een vrouw iets verderop van de verpleging een spiegeltje kreeg om te bekijken hoe haar oogleden eruit zagen nu de hechtingen eruit waren. Aandachtig bekeek ze zichzelf, terwijl ze haar hoofd van links naar rechts bewoog. "Dat ziet er toch een stuk beter uit," zei de verpleegster die de spiegel had gebracht. De vrouw knikte instemmend.
Daarna kwam de verpleegster mijn kant op. Terwijl ze mijn ogen druppelde, vertelde ze me dat ze kaartjes had voor mijn nieuwe voorstelling en dat ze zo benieuwd was waar die over zou gaan. Toen de druppels waren ingewerkt, kwam er weer een andere verpleegster. Ditmaal met een witte jas en een blauw lapje voor de mond. Ze vertelde dat ik met haar mee naar de operatiekamer mocht lopen. Daar mocht ik plaatsnemen op een soort tandartsstoel. Er werd een groot blauw laken over me heen gelegd met alleen een gaatje voor mijn oog. Na nog één verdoving zette de arts een soort klem op mijn oog, waardoor ik niet meer kon knipperen. De grote microscoop waarover de eerste oogarts verteld had, hing aan het plafond. Met een mechanische arm werd het apparaat in stelling gebracht. Een stukje glas bleek er bij nader inzien niet in mijn oog te zitten. Maar er was, zo vertelde de arts, wel een littekentje ontstaan. Waarschijnlijk door de kracht waarmee het stukje glas tegen mijn oog was geslagen. Oké, ik zie in ieder geval geen glas zitten. Wel iets van een litteken. Dus stel je voor. Je ligt daar, op je rug, onder een laken, met alleen een gaatje op de plek van je oog. Waarschijnlijk is dat de reden dat je oog zo traant. Op dat oog zit een klem, waardoor je wel moet kijken. Kun je eens een beetje omhoog kijken? Ja. Je kijkt omhoog in een grote lamp die als de zon boven je hangt. Als je niet goed voelt, moet je het zeggen. En zo nu en dan zie je de bezorgde ogen van de arts en de verpleegster op je neerkijken. Zie jij dat plooitje zitten? Ja. Je ziet hoe de arts met een soort tandartshaakje over je hoornvlies krast om het te repareren. Maar door de verdoving voel je niets. Wil je daar misschien een beetje water voor? Terwijl ze aan het repareren zijn, zie je hoe ze met het haakje steeds dichterbij komen en in je oog peuteren. Je kunt alles zien. Het haakje, de microscoop, maar ook de arts en de assistent die boven je hangen en naar beneden kijken. Maar omdat je door de verdoving niets voelt en alles wel ziet, is het op een gekke manier net alsof je er zelf niet bij bent. Alsof je toeschouwer bent van iets dat zich op of eigenlijk in jouw eigen lichaam afspeelt. Dat wil zeggen, je bent er wel bij, maar het is alsof je daar geen deel van uitmaakt. Alsof je er op een beeldscherm naar kijkt. Heb jij een viertje voor mij? Nee, ik heb alleen een 8. En in het onderste laantje? Weet je wel hoe soms tijdens een tv-programma een presentator met zijn knokkel tegen de camera aantikt, waardoor je opeens heel goed voelt en je er bewust van bent dat jij niet in de studio bent, maar thuis in je huiskamer? Nou, dat gevoel, maar dan zonder tv. Alsof je ergens anders bent, maar wel meekijkt. Nee. Je kijkt dus met het oog waar aangesleuteld wordt toe hoe er aan dat oog gesleuteld wordt. En terwijl de arts met je oog bezig is, komt er zo nu en dan een hele plens water over je beeld heen gelopen. Waardoor het lijkt alsof je verdrinkt. Maar niet zo dat je bang bent of benauwd. Nee. Meer alsof iemand op de computer laat zien hoe het special effect van verdrinken eruit ziet op het beeldscherm. Nou, probeer ik het met een zusje. De hele operatie leek steeds meer iets te zijn tussen mijn oog en de behandelend arts. Iets waar ik toevallig getuige van ben. Dan doe ik het met dat zusje. Probeer ik het daarmee. Dus daar lag ik, op mijn rug, kijkend in een kunstmatige zon, terwijl de arts met een haakje het litteken in mijn oog probeerde te repareren. Micha. Ja? Zou je dat laatste stukje nog een keer kunnen vertellen, maar dan zo dat we echt voelen wat je meemaakt? Ja, maar het gaat er juist toch om dat ik dat het voelt alsof ik het niet meemaak. Althans. Jawel, maar je leest het nu te veel voor. De mensen in de zaal moeten straks echt voelen hoe het is om daar te liggen. Probeer het anders te vertellen zoals je het mij de eerste keer vertelde. Oké, waar wil je dat ik begin? Een beetje naar boven. Begin maar bij dus stel je voor. Oké, dus stel je voor. Oké. Daar gaat hij. Dus stel je voor, je ligt daar op je rug. Onder een laken. Ach, nog één keer.
Dus stel je voor, je ligt daar op je rug, onder een laken met alleen een gaatje op de plek van je oog. Je kijkt omhoog in een grote lamp die als de zon boven je hangt. Zo nu en dan zie je de bezorgde ogen van de arts en de verpleegkundige op je neerkijken. Je ziet hoe de arts met een soort tandartshaakje over je hoornvlies krast om het te repareren, maar door de verdoving voel je niets. En terwijl ze aan het repareren zijn, zie je hoe ze met het haakje steeds dichterbij komen, tot ze letterlijk in je oog peuteren. Nee, doe het nou nog een keer en probeer het anders even niet voor te lezen, maar gewoon uit je hoofd te vertellen. Dan kan je beginnen bij je kijkt omhoog. Oké, je kijkt omhoog in een grote lamp die als de zon boven je hangt. Zo nu en dan zie je... De laatste keer dat ik echt moest huilen. 5 jaar geleden werd ik vlak voor een optreden gebeld met het bericht dat een vriendin van mij was doodgereden. Natuurlijk was ik verschrikkelijk ontdaan, maar ik herinner me ook dat ik meteen dacht, dit is niet mijn verdriet. Ik kende haar wel, maar niet goed genoeg om in tranen uit te barsten. Ik dacht meteen, dit is het verdriet van haar familie en haar goede vrienden. Ook op haar begrafenis heb ik niet gehuild, omdat ik vond dat ik mezelf daarmee iets zou toe-eigenen dat niet van mij was. In die dagen erna vond ik veel troost in een audioboek waar ik naar luisterde. Het was een klassieke romantische komedie over een jongen en een meisje, Dexter en Emma, van wie je op pagina 1 meteen weet dat ze voor elkaar bestemd zijn. Maar de jongen kiest ervoor om te feesten, om drugs te gebruiken en heel veel meisjes te versieren die hij op die feesten tegenkomt. Eigenlijk gedraagt hij zich als een lul, maar hij is zo charmant beschreven dat je snapt waarom Emma toch op Dexter blijft wachten. Ze wacht tot ze een vrouw is en hij een man. Als ze al ver in de 30 zijn, wordt Emma's geduld eindelijk beloond en lacht het geluk hun toe. Gelukkig met haar nieuwe leven fietst Emma door de stad als ze plotseling op haar rug ligt. Ze kijkt recht in de zon en ziet bezorgde gezichten van passanten op haar neerkijken. Emma blijkt te zijn aangereden door een vrachtwagen. 2 zinnen later is ze dood. De rest van het boek gaat over hoe de wereld verder gaat zonder haar. Ik heb toen mijn auto langs de weg stil moeten zetten. Ergens tussen Nijmegen en Venlo heb ik langs de snelweg verschrikkelijk zitten huilen. Blijkbaar mocht ik van mezelf pas huilen toen het ging om de dood van een romanpersonage dat nooit bestaan had. In alle boekenkasten van de wereld wacht een duizelingwekkend leger van levensloze personages op onze blik. Ze liggen naast ons bed als we al slapen, of op een stapel in de hal, te wachten tot we naar ze kijken. Ze uit hun letters wakker weken, zodat ze even echt iets lijken dat warm en stervend is. Maar wie ze streden wil, schept in een zwerm van losse, levenloze letters. Want heel dat leger, wat wij 's nachts verlicht door leeslampjes bekijken, dat ons steunt als we vallen, waar we ons bestaan aan eiken, dat leger van ontelbaar vele personages kan in heel zijn wonderlijke pracht, als het ons daadwerkelijk aan wil raken, nog geen schram of krasje maken. Zelfs de kleinste splinter heeft meer kracht. Wij mensen zijn een eenzaam soort en hebben slechts elkaar om samen steeds weer iets te maken dat niet bestaat en ons nooit hoort. Toch blijf ik kijken hoe ze verder dwalen. Creaties, zonder kloppend hart en zonder echte pijn, die altijd voor ons zullen blijven dansen, ook als jij en ik er niet meer zijn.
singing an old Beatles song. We're not that strong, my lord, you know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, 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 long way. It's a long way, it's a long, it's a long, 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 it's a long, 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 it's a long, long, it's a long, 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 it's a long, it's a long way, it's a long, 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 it's a long way, it's a long, 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 long way. It's a long, 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 it's a long way. Maar als mensen eenmaal weten dat je er de hele avond niet bij bent, dan is de verrassing natuurlijk wel weg. Hoe bedoel je? Nou ja, de luisteraars weten nu dat je niet bij je eigen voorstelling bent. Oh ja, nou ja, ik vraag mijn publiek na de voorstelling altijd om niemand te vertellen dat ik er echt niet bij was. Want, en dat zou ik dus ook aan de luisteraars vanavond willen vragen. Probeer alsjeblieft niemand te vertellen dat ik er tijdens de voorstelling niet bij ben geweest. Je weet hoeveel luisteraars we hebben, hè? Dus ook niet twitteren of op Facebook zetten. Ja, precies. En ik vind ook dat, kijk, als mensen het stom vinden, dat kan natuurlijk heel erg goed. Dan nog zou ik willen zeggen, alsjeblieft verklap het niet. Want ja, wie weet. Het maakt mij wel nieuwsgierig naar de tweede voorstelling. Wordt die dan door iemand anders gespeeld? Hoezo? Nou, de tweede voorstelling heet toch iemand anders? Oh, op die manier? Nee, de volgende voorstelling, dan ben ik er gewoon weer bij. Beloof je dat, Micha? Ik beloof niks. Oké, nou, wat komt er op de tegel te staan? Oh ja, nou, soms moet je ergens anders zijn om jezelf echt te laten zien. Nou, dat vind ik wel mooi. Ik had er nog één. Twee voorstellingen, twee tegels, dacht ik. Soms vind je in fictie iets wat je in de werkelijkheid bent kwijtgeraakt. We hebben maar één tegel, hè? Nee, ik heb twee voorstellingen. Dank meneer Wertheim, dit was aflevering 3298. Ja, morgen praten we met Micha Wertheim over iemand anders. Tot dan! NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Dames en heren, jongens en meisjes, ik geloof dat dit het was. Toen Micha zijn vorige cabaretshow eindigde met de constatering dat het publiek pas echt een topavond zou hebben zonder hem, had ik het idee dat hij een grapje maakte. Maar blijkbaar was het hem menens. Ik denk dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat ik Micha toch wel erg gemist heb. Het is zo'n lieve, slimme, grappige en mooie jonge man. Maar goed, hij wilde na 15 jaar een keer iets anders maken en dan krijg je het. Enerzijds had ik mij iets anders voorgesteld bij deze avond. Anderzijds is iets anders precies wat we gekregen hebben. Wat leuk! Ik lees hier dat ik zo een fles wijn uit de kast mag pakken als dank voor mijn bijdrage aan de avond. Dat is toch lief en zorgzaam van Micha. Zo ken ik hem weer. Laat ik dan meteen maar degene zijn die iedereen bedankt die heeft meegeholpen om deze avond mogelijk te maken. Voor we de zaal verlaten wil ik graag een hartelijk applaus voor onze platendraaier, de mensen met de koptelefoons, de theatertechnici en natuurlijk die lieve robots. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid bij dit experiment en tot de volgende keer.
Zet mij maar uit.